Een gezellige talentenjacht in Café Laurenshof vorig jaar april liep uit op een drama. Louise A. kreeg binnen in de kroeg ruzie met een man die hem daar geduwd en in zijn gezicht gespuugd zou hebben. Uiteindelijk werd A. het café uitgezet. Korte tijd later kwam hij terug. Buiten schoot hij de 46-jarige Terry Hoekman dood. Vervolgens is hij binnen om zich heen gaan schieten. De rechtbank rekent het Louise A. zwaar aan dat hij met zijn daden niet alleen de nabestaanden veel verdriet heeft aangedaan, maar ook dat hij voor veel maatschappelijke onrust heeft gezorgd. Het gegeven dat dodelijk gevaar kan dreigen tijdens een talentenjacht in een buurtcafé versterkt de gevoelens van onveiligheid die in de samenleving al in grote mate leven. Hoewel de rechter ervan uitgaat dat de dader naar huis is gegaan om zijn wapen te halen, is Louise A. toch niet veroordeeld voor moord. Het is echter niet vast te stellen dat u, voordat u in de gelegenheid had uw handelen te overdenken, reeds voornemens was om in een vol café te schieten. Evenmin is vast te stellen dat u op dat moment er al in aanmerkelijke zin rekening mee heeft moeten houden dat het hier wel op uit moest draaien. De nabestaanden van Terry Hoekman en de slachtoffers van de schietpartij reageerden opgelucht op de uitspraak van de rechter. Ondanks dat de straf lager uitvalt dan de 18 jaar cel die was geëist, zijn ze tevreden met dit vonnis. Ja, het is heel dubbel. Aan de ene kant denk ik dat met deze uitspraak deze man nooit meer op straat te vinden is. Aan de andere kant, ja, het gaat nooit genoeg zijn. Ik had liever levenslang gezien of zo, maar ja, dat ik echt zeker weet dat hij niet vrijkomt. Ook Daniel Perez Rial, een van de bezoekers van het café die door de kogels geraakt werd, is blij dat hij nu deze stressvolle periode kan afsluiten. Ik zat daar met gekruiste vingers, heel erg bezweet ook. Dat merk ik aan mezelf en heel zenuwachtig om me heen zitten kijken. En juist eigenlijk omdat ik het niet kan vatten dat hij er zo rustig onder blijft, ondanks de uitspraak die tegen hem geëist is. Maar goed, dan moet je er op een gegeven moment bij neerleggen. Ik wil er niet meer in blijven hangen. En vandaag is dan de dag voor mij om er een punt achter te zetten.